De twee bevriende ondernemers Richard Lepoutre en Jeffrey Dirksen hebben de handen ineengeslagen. Vandaag zijn ze namelijk begonnen met een speelgoed-inzamelingsactie voor de Stichting Jager Job. De Stichting Jager Job is een stichting die cadeautjes inzamelt voor kinderen die thuis niet zo breed hebben. Dus die de ouders niet genoeg geld hebben voor een tractatie voor op school of voor slingertjes of voor een cadeautje. Die zamelen cadeautjes in en die maken een pakketje voor de kinderen die, waar ze dan thuis krijgen... He, en daar uh, zitten slingers in, tractatie voor school. En dat ze dat dan nog een leuke dag kunnen hebben. En uh, ja, dat ook iets krijgen, zeg maar. We zijn het idee gekomen omdat wij allebei uh, jonge kinderen hebben. En uh, met Sinterklaas vonden we dat we onze kinderen best wel veel cadeautjes kregen. Onze kinderen die hebben het gewoon te goed eigenlijk. En uh, ja, heel veel kindjes niet. In dit geval 61.000. Uh kinderen, die hebben het gewoon minder in Nederland. En daar willen we ons graag voor inzetten. En vandaar dat wij zeg maar, samen onze kracht hebben gebundeld en uh, dit willen gaan doen. De mensen kunnen bij ons uh, cadeautjes inleveren en dan gaat het vooral om uh, cadeautjes die nog in de verpakking uh, zitten. We hebben al wat cadeautjes binnen. Ja. We zijn uh, net pas begonnen, maar links en rechts komen mensen al binnen druppen. Met deze actie hopen we te bereiken dat we even cadeautjes binnenhalen voor de kinderen die het thuis niet zo breed hebben. Ja, dat we ook gewoon een, een leuke verjaardag hebben met leuke cadeautjes. En dat mensen dus bewust zijn van het feit dat het toch 61.000 kinderen in Nederland ja, weinig tot geen speelgoed hebben. En daar willen we ons graag voor inzetten. De actie loopt nog tot 30 januari 2020. Zodra alle cadeautjes zijn ingeleverd, zullen Richard en Jeffrey zelf de pakjes gaan afgeven bij de Stichting Jaar Gejob.